Kijk, Jan Willem. Ik heb de controllers meegenomen, Raspberry Pi. Zo! Wat is dat? Dat is een SNES of niet? Ja. Ik dacht, die Raspberry Pi ziet er een beetje saai uit. Vet! Zag je die D-print? Ja. Je hebt zelfs de kleur van, weet je wel, de vergeelde kleur nagedaan. Nou, nee, dat is gewoon in felgroen geprint. Dat komt er nog steeds doorheen. Zo, dat doet me echt denken aan die oude SNES van mijn oom, waar ik op mocht spelen toen ik nog kleiner was. Ja, we wouden eigenlijk op de Raspberry Pi gaan gamen. Oh, nou. Maar volgens mij was het veel leuker om al die oude consoles erbij te pakken. Dus we hebben een mooie SNES case gemaakt. Voor de Raspberry Pi, want ik zie dat hier een Raspberry Pi in zit. Dat is heel goed nieuws, want ik heb namelijk een SD-kaartje meegenomen. Die nu verdwenen is in mijn broekzak. Ik heb hier een SD-kaartje met een besturingssysteem, dat heet RetroPi. En daarmee kan je meer dan 20 consoles emuleren op een Raspberry Pi. Dus dat betekent dat je gewoon honderdduizenden oude games opnieuw kan spelen. En mooi, het is allemaal gratis. Op een apparaatje van, ja, wat is het, een paar tientjes? Ja, je hoeft niet meer te zoeken naar al die consoles. En je hoeft geen grote kast te hebben met alle consoles erin. Is natuurlijk wel mooi om te zien, maar dit is wat praktischer. Ja, nu ben je klaar. Ja. Ja, en de case hebben we dus ge-3D-print. Het ding staat op Thingiverse, dus dat vond ik heel makkelijk. Dus daarom heb ik de SNES gekozen. Primed met plastidip en daarna overgespoten met de juiste kleuren. Het enige nadeel is dat ik de onderkant in felgroen PLA heb geprint. En blijkbaar komt dat door de verf heen, helaas. Ja, ja. Maar ja, ik kan de onderkant kan ik als ik wil nog een keertje opnieuw 3D printen, want... 3D printen. Ja, dat is makkelijk. Ja. En doe er dan een paar van die goedkope controllers bij, met de USB. Nou, dan ben je... €150 klaar. €150, hebben we een beetje uitgerekend. Kan je gewoon alle spellen spelen. Kijk ook even op de site van RetroPi. Want daar staan alle consoles op. Het is gewoon gratis. Dus je kunt het er ook zelf opzetten. Het is een hele goede handleiding. Je hebt gewoon een laptop nodig. En zo'n Raspberry Pi en alle toeboren. Het staat heel duidelijk uitgelegd hoe het alles moet. En dan ben je binnen een half uur ben je klaar. Ja. Wij zijn al klaar, dus ik denk dat we zo even gaan gamen.